Ik ben Michel Joustra. Ik studeer mechatronica robotica bij de HVA. En we zitten hier omdat ik met mijn project voor mijn minor Robotic Production Circular Materials gewerkt heb aan een project voor de Stadhouderskade. En het doel daarbij was dus om de Green Mile te vergroenen. De Green Mile is een project die is opgestart in samenwerking tussen een aantal instanties, waaronder de HVA, Rijksmuseum, Heineken. En het idee daarvan is dat de Stadhouderskade in de huidige situatie een drukke autoweg is met weinig ruimte voor mensen en veel vervuiling. En het idee is om dat dan weer te vergroenen, dus dat die ruimte terug te nemen van de auto's en meer voor mensen te maken weer. Mijn specifieke rol zat in de productie, dus de robot setup en dan de programmering en zorg dat de juiste apparatuur op de juiste plek stond, zodat we het konden produceren wat de ontwerpers bedacht hadden. Ik denk het grootste leerpunt was het werk in een hele grote groep, want we hebben met 30 mensen samengewerkt aan een enkel project. En dan in die 30 mensen waarmee werkt dat iedereen een hele andere expertise had en hele andere vaardigheden. Ik heb zo'n goede tijd gehad dat ik ook mijn stage heb gevolgd daarna. En ik ben er nu weer met een ander project opnieuw bij teruggekomen. Het werk op lab raad ik anderen ook goed aan. Het is een goede ervaring die ik gedaan heb daar. Het is zeker iets waar ik blij mee ben dat ik gedaan heb.